Michelin Tad had zijn baan nog gehad als hij Marie Stijn niet had aangesteld, ja. denk ik. Maar er is echt een hetze tegen die man gecreëerd. En wat ik echt heel erg gek vind, is dat uiteindelijk bijvoorbeeld de trainer, Marie Stijn, en misschien lijkt het net alsof ik iets tegen hem heb, dat is niet zo, gewoon zijn politieke campagne voert door zijn opstelling en zijn wissels. Meten en bijvoorbeeld zo'n Sosa. Hij laat gewoon die club leiden om zelf maar zijn hoofd boven te houden. Dat is fucking bizar, man.